Goedemorgen, Delftenaren. Welkom bij de 1 na laatste Daily Fringe. Want we zijn vandaag al aangekomen op dag 10 van het Delft Fringe Festival 2021. Wat gaat de tijd toch snel. En tot en met vandaag heb je natuurlijk alle online voorstellingen gekeken. Maar als je goed hebt opgelet, kan je vanaf vandaag ook live een voorstelling komen kijken. En wel van de publiekswinnaar van 2019. En weet je wat nou leuk is? Die zie ik hier vandaag. Let's go! Oh, wacht! Als jullie goed hebben opgelet, een paar afleveringen geleden, Fringe for Kids. Dit is het konijn van de konijnenroute. Ik heb die zelf gevonden. Ik ben vet trots. Oké, nu gaan we echt naar binnen. We zijn hier in dit fantastische gebouw. En ik heb met ze afgesproken, nou, voor een plantenbak. En kijk, als je het erover hebt, dan zijn ze daar gewoon opeens. It's magic! Hi, goedemorgen. Goedemorgen. Wie ben jij? Ik ben Dion. Ja, introductie, no needed, because everybody knows you. Oh. En? Ik ben Lotte. Je bent Lotte. Ja. En jullie horen bij elkaar. Zeker. Ja. Mag ik heel eventjes kort introduceren deze match? Kijk even het pak van Lotte. Bizar, hè? Zie je niet? Ja, maar dat is toch wel echt een applausje waard. Applaus! Oké, toppie. We mogen hier de mondkapjes af. Helemaal lekker. En ja. Ik heb heel veel vragen aan jullie. En we zijn heel benieuwd, want jullie hebben 2019 de publieksprijs gewonnen. Ja, ja, klopt. 2020 was... Door Miss Coronavirus is dat opgeschoven, ja. Zeg maar. Dus, en nu, 2021... Zijn we hier? Ja, gelukkig wel. We're back. Dus, Nou, ik wil er alles over horen, maar eerst koffie. Lekker. Goedemorgen. 2 cappuccino met iets van andere melk. Havermelk. Havermelk, top. Ja. Ja, heel graag. Ik wil ook iets drinken. Ja, ik vind alleen havermelk smaakt altijd een beetje naar karton. Ik wil wel die flat white. Dank je. Doei. Ik heb koffie. Wow. Oh, lekker. Tamara, koffie. Oh. Het is een bibliotheek, dus graag niet te hard praten. Ja. Ja, want anders zit ik meteen weer onder de koffie gelijk voor de rest van de dag. Oké, nou we hebben een lekker bakje koffie. Koffie, koffie, lekker bakje koffie. Jongens, wie lust er een koffie? Oh. Dus nu kunnen we eindelijk even gewoon praten over het leven. Maar eerst even wie jullie zijn. Ja, ik ben Dion, illusionist, danser en theatermaker. Ja, ik ben Lotte, ik ben danseres, voornamelijk, en bij Dion danseres. Jullie zijn assistenten. Zijn jullie samen maken jullie de voorstelling? Of? In ieder geval deze wel. Ja, ja. Maar jij doet nog heel veel andere dingen. Ja, ik heb ook andere voorstellingen, maar bij Fringe 2019 hebben we inderdaad samen gedaan en nu dit jaar weer. Illusionist, kan je eventjes kort vertellen, wat moet ik me daarbij voorstellen? Een hoop verdwijnen, verschijnen, zweven, doorzagen, doorspiezen. De grote... De klassiekers, hè? De klassiekers. Maar super vette trucs dan. Juist, of, ja. Illusies. Illusies. Ja. Oh, illusies. We noemen het illusies. Illusionist. Op een manier waarop je het nooit hebt gezien. Op een manier die je nog nooit hebt gezien. Nee. We doen alles eigenlijk. Eigenlijk alles. Lot kruipt wel het meest in alle dubbele bodems en zit verstopt achter wordt alles. Wordt hij doorgezaagd? Ja, ik word zeker doorgezaagd. Oh, dat vind ik zo vet. Ik snap nog steeds niet, zeg maar, behalve als je een slangenmens bent, hoe dat nou zou moeten. Echt cool. Ja. Ben jij een slangenmens? Soms. Zo. Ik kan mijn been wel zo. Ja, dit is leuk. Maar echt vet. Oké, dus ik heb al een beter idee van wat jullie nu doen. Maar 2019 hebben jullie de publieksprijs gewonnen. Ja. Hoe was dat? Ja, super vet. Ja, waanzinnig. Wij deden eigenlijk zonder verwachtingen mee. Ja, de grap is eigenlijk dat we zaten in de kleedkamer gezellig te grinnegrappen met Sanne Vleugels, de vorige winnares. Ja. En die zei ineens Want daar speelden jullie mee samen of zo toch? We stonden in hetzelfde programma. Ja, het was een Death Fringe Night of zo, was opening het... of ervoor of iets. En toen zei zij ineens, wist je dat je ook de publieksprijs kon winnen? Wij zo, hè? Nee. En toen kregen jullie te horen, oké, je hebt de publieksprijs gewonnen. Wat ging er door je heen, Dion? Dat was ongekend. Ik kan er nog steeds emotioneel om worden, omdat... Ik heb veel prijzen mogen winnen in mijn carrière, maar gek genoeg nooit een traan gelaten. Want ik deed veel van die goochelwedstrijden. Ik wou zeggen, want wat voor prijzen moet ik dan aan denken? Dus dan heb je een soort
wedstrijden, want je noemt het dan een wedstrijd, dus niet een festival, maar meer echt een wedstrijd voor illusionisten. Juist. Ik denk dat het wel bijzonderder is als je een publieksprijs wint dan als je een soort juryprijs wint. Dat zijn natuurlijk en veel minder mensen. En je doet natuurlijk theater maken om mensen te entertainen, te laten genieten. Ja, en als je daar dan een prijs van wint, dat is natuurlijk extra bijzonder. Dat is eigenlijk inderdaad het belangrijkste, want deze mensen, die moeten naar theater of theaters. Willen jullie in theater spelen? Ja, of absoluut. Of arena's of zo? Nou ja, laten we eerst klein beginnen. Maar, theaters. Maar de middelgrote theaters of de schouwburgen in Nederland, dat zou wel leuk zijn. Ja, precies. Dus, en daar werken we hard voor. Ja. En nu zijn we dit jaar natuurlijk een iets andere weg ingeslagen met Delft Fringe. Ja. Maar wat dus heel erg leuk is, is dat jullie, omdat jullie de publieksprijs hebben gewonnen, toch vandaag en morgen te zien zijn met de voorstelling. Ja, absoluut. Superleuk. Wat vet. Kunnen jullie er eventjes over vertellen? Waar zijn jullie te zien? Hoe laat? Wat? Hoe? Wie gaat het doen? Nou, vandaag om... even kijken. 1 uur is de eerste show. 1 uur, 3 uur, 8 uur en... 10 uur. Wacht heel even. 1 uur, 3 uur, 8 uur, 10 uur. Vier keer vandaag. Vier keer vandaag. En dan morgen... Zelfde? 11, 1... En 3. Ja. Oh ja, precies. Ja, heel goed, heel goed. Okay, en waar spelen jullie dan? In het Rietveld Theater. Ja. In het Rietveld Theater. Oh, het mag weer. Het mag weer. Oh, we mogen de mensen weer ontvangen. Dus dat is waanzinnig. Gaan jullie dan hetzelfde doen als 2019, waar jullie eigenlijk mee hebben gewonnen? Of hebben jullie intussen al iets anders gemaakt? Ja, we hadden een voorstelling voor 2020, hè, maar omdat het niet door kon gaan hebben we die voorstelling in de kast gezet. En nu er dus weer uitgehaald. Ja. En gaan we die alsnog opvoeren. Ja, dat gaat gewoon gebeuren. Maar dus, dit is wel echt heel anders dan de 2019 versie. Oh ja? Dus dat is extra leuk voor iedereen die het al wel heeft gezien en die ons dus wel kennen. Het is anders. Ja, want dat is dus top. Want als je dus 4 of 5 sterren hebt gegeven, dan vind je het dus echt super leuk om hen nog een keer te zien. Maar nu met een heel andere show. Ja. Maar wel met illusies en zo. Ja, het is eigenlijk hetzelfde gegeven, alleen dan 10 keer groter. Ja. Wie wil dat nou niet? En ook als soort comeback in het theater, dat we eindelijk weer mogen. En dan nog 10 keer groter. Nou, dames en heren, ik zou eventjes rennen nu. Want het is nu 11 uur, hoop ik, voor je. Want misschien kijk ik pas om 4 uur. Maar dan kan het dus nog om 8, om 10, morgen om 11, 1 en 3. Dus dat is echt top. Oké, nou, superleuk om te horen allemaal. Ik vroeg me af. Dat was wel heel onaardig. Vonden jullie dat superleuk om te horen allemaal. Maar... Goed maar gereed, maar... Even, dit is Elio, ik knip dit er maar in. We moeten eventjes een overgang maken. Hebben jullie zin om nog een stukje met mij mee te lopen door Delft? Naar een heel bijzonder... Oké, nou, tot morgen! Ja, we gaan naar de sigarenfabriek en ik vind het heel leuk als ik niet alleen daarheen hoef te lopen. Dat jullie even met mij meelopen en dan kunnen we onderweg nog verder kletsen. En misschien, Lotte, kan jij dan doen alsof de hele weg naar de sigarenfabriek in diagonaal is met allemaal vette dansmoves. Ja, dan ga ik op jouw rug. Is dat wie goed? Oké, let's do this! We zijn er. Mogen we nog even eenmaal het prachtige been? 3, 2, 1, prachtig been! Nu wordt het item echt perfect. Oké, luister. Ik heb nog een belangrijke vraag met deze mooie klokken op de achtergrond en ze stoppen niet. Vandaag en morgen mogen jullie eindelijk weer live spelen, wat ik echt fantastisch voor jullie vind. En voor de hele familie, hè? Sorry. Voor de hele familie? Ja. Dus het is voor alle leeftijden? Ja. Voor alle leeftijden, oh, dat had ik gemist. Dus iedereen die kijkt met kinderen, jullie mogen ook komen. Dat is leuk. Juist. Ja, juist. Dus hij is wel een beetje spannend. Dus hele jonge kinderen, die kunnen misschien wel een beetje... Hele jonge kinderen blijven alleen thuis. En de rest? Ook heel veilig, nee. Zonder oppas. Nee, maar het is wel echt een familievoorstelling dus. Na het weekend, wat gaan jullie doen? Staat er nog meer op de planning? Ja, wij gaan onze voorstelling, dit weekend is 30 minuten, maar dat zijn we nu aan het uitbreiden tot 75 minuten. Ja. Avondvullend? Avondvullend. Maar vanaf september gaan we op tournee weer door Europa. Oh, dus vanaf september kunnen we jullie in het theater zien? Niet met die 75 minuten, daar gaan we mee beginnen om aan te werken. Oké, die ga je maken en ondertussen? Ja. En ondertussen met mijn andere voorstellingen en ook de voorstelling met Lot gaan we op tournee door Europa. Zo, dus je kan gewoon in heel Europa jullie zien. En ik heb ook gehoord dat jullie in september nog een keer voor
Fringe spelen, toch? Ja, inderdaad. Voor Fringe Night XXXL. XXXXXL. Ja. Mocht je nou onverhoopt dit weekend niet kunnen, 18 september is er nog een kans. Of anders gewoon ergens vanaf september in heel Europa. Ik wil jullie super bedanken. Jij bedankt. Kunnen jullie nog eenmaal een fantastisch been doen voor Delft Fringe? Want daar genieten we gewoon heel erg van. In ieder geval één. 3, 2, 1, fantastisch been! Ja, kijk. Nou, wat wil je nog meer? Ja, nu bedankt. Mogen jullie weg. Loop maar uit het scherm. Oké. Okay. Doei. Nou, top. Ik heb ontzettend genoten van dit interview. Want dat was ook tevens het laatste interview wat ik heb gedaan voor de Daily Fringe dagen. Morgen ben ik wel nog een keer te zien. Dan gaan we eventjes een recap maken. We gaan natuurlijk nog in de sigarenfabriek kijken. Dus ik zou het heel leuk vinden als je morgen nog kijkt. Maar vandaag is dus echt een nieuwe dag voor kunst en cultuur. Want je kan weer live naar een voorstelling in je eigen stad. Dus doe het. Ga kijken en dan zie ik je heel graag morgen. Doei!